Yo, kijk van IMT. Vandaag ben ik weer in GTA 3 met een nieuwe missie. Daar gaan we weer. Alright, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Zo, hij is wel streng. I like it. Get a vehicle. Is niet het meest beste vehicle. Zou misschien weer bij het ziekenhuis staan? Nee, toch niet. Dit keer niet. Hier. Hier, daar komt ze. Dat had ik uitgevonden hoe ik moest vaccineren trouwens. Ik net wie daar naartoe moest rijden. Ah, oh, kom op, schiet op, Misty. En slomen. Slomen, oer. Hier, stuntjump. Oh, andere kant. Moet Misty brengen naar Joey. Kijk, uiteraard jongens. Ik heb ook een frame limit aangegeven dat mijn grafische kaart dus minder herrie maakt. Maar helaas wel op 30 frames per seconde. Dus helaas niet op 60. Op zich wel jammer. Dus dat betekent dat deze game ook in 27p 30 frames staat in plaats van 60. Dat het toch geen nut heeft. Want om te spelen op 1100 frames vind ik ook een beetje erg overdreven. En al die ruis van grafische kaart erbij. Echt op 100% staat, letterlijk staat te draaien. Zo niet echt op te wachten. Ik weet bij god niet waar ik naartoe rijd. Schijnbaar ga ik fout. Maar gewoon door een park. Het kan mij het schelen. Of tegen een plantenbak aan te rijden. Zolang ik zo maar geen barbecue krijg. En ik heb mijn render distance trouwens aangepast. Dat hij wat verder is. Dat is gewoon een hele glasplaat wat eruit donderde. Oké, daar zijn we. Joey's auto painting. Loading screen. Oké, nou gaat het komen. Joey! Am I gonna get to play with your big ends again? I'll be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Kijk, meer werk. Mission passed. Nou, laten we een Joey missie doen. Kijk wat het precies voor is. Make lips last lunch. In a moment, oh, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Ooh. Klinkt behoorlijk interesting. Een mooie busje even pakken. Tegen één ding aan moet rijden, het ding ontploft zo goed als. Oh ja, mensen, boeit me niks. Bochtje naar links. En een lekker grasveldje meenakken. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Wat je handig dat ik zo'n map download eigenlijk, dat ik hem aan het scherm zet. Hoppa! Ah, twee wielen, niet handig. Jongens, ik kom van rechts. Maar jij had voorrang moeten hebben. Maar mijn busje is kapotter, dus ik heb voorrang. Oh, hier is het al. Wat moet ik hier doen? Oké. Daar gaan we dan. Ik get it repaired.
Ja, dat maakt nu nog niet heel veel. Ah! Bijna een man overhoop. Naar die E toe. Zo'n bom erin laten plaatsen. En als hij dus wegrijdt, doet alles boom. Dat gaat volgens mij dus gebeuren. Zo'n idee heb ik. Eventje op. Nou, donderen we hem hier te zien. Prachtig. Armored notepad. Ook eerst repairen weer. Behalve San Fierro is dit? I don't know exactly hoe dit eigenlijk heet. San Fierro dacht ik. Persoontje onver. Wie boeit die ene vrouw nou? Dus de verkeerslicht weg. Alleen maar handig als je dan wat rijden. Oh kijk, dat was maar een klein stukje. En dan moet ik eigenlijk zonder krasjes naar naartoe zien te rijden. Jullie raden het misschien al, dat is niet makkelijk voor mij. Oh, dit kost me weer rip up alive. Gewoon 1/6 deel van mijn geld gaat gewoon weg volgens mij. Ja. Nee, het begint nog te regenen. Ik krijg gelukkig niks. Oh, gelukkig. Dat was dat geraakt, dat was gewoon echt een sjaak, jongen. Oud omaatje, je bent al best wel snel voor zo'n oud vrouwtje. Gelukkig niet. Ah! Oh, dat scheelde niet veel. Ik heb teruggekund. Dat heb ik weer 1000 gekost. Oh, ik ga het nog harder regenen. Nee, dat is fijn nu. Zal mijn busje er nog staan? Ja, die staat er nog meer ver. Peter Carbon. Hoe doe ik dat? Hoe moet ik hem activeren? Jongens, hoe moet ik die Carbon activeren? Weet iemand dat? Is dat Prins? Nee. Nee, in Carbon voor. Fire. Na nul. Hoe denk ik dat verder? Nou, hoe doe ik dat? Ook maar meer toetsen indrukken. Nee, dat is niet. Hoe dan? Hoe zeg ik dat? Jongens, ik ben vastgeglitcht. Oh, hij doet het weer. Oké. Okay. Oh, bombed arm. Met 0 dus. Ook erg lekker duidelijk. Oh, daar komt ie. Wanna talk about it? No. Yay, mission passed. Nou, misschien weten jullie hoe soms oude games zijn. Jongen. Doe nou niet. Misschien een geweer van mij.
Dat is te veel politie. No! Drive away from the police. Hey, Mr. Policeman. Oké. Nee, ik ga maar niet zingen. Hey, Woutjes! Oh god. Oh mother elk god. I am not wasted. But now I am. Kost me weer geld. Prachtig. Oh, misschien liggen hier nog wapens. Ik denk bijna van wel. Nou, is die open? Mooi zo. Nee, dat gaan we dus niet doen. Home. Wow. Afnokken dan. Oké, daar gaan we. Hier langs, hier naar binnen. Echt aan het concentreren, jongen. Om gewoon die auto niet te laten ontploffen. Vroeger kon dat nog niet echt met die physics. Maar tegenwoordig wel. Dus het is al echt heel anders gebouwd dan andere games. Voor toen die tijd gewoon echt een masterpiece dit. Maar tegenwoordig wordt het meer gezien als goedkope crap. Politieauto, altijd handig om te hebben. Ik was op de F7. Baseball bat. Wat gaan we nou weer krijgen? Slot 1. Yes. Maar ook hierbij ga ik deze aflevering afsluiten. Ik heb even rustig gesaved. Steven, dank je voor de veiligheid. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.